De Nijmeegse burgemeester Bruls is klaar met een groep van 18 hangjongeren in Hatert. De jongeren krijgen met onmiddellijke ingang een gebiedsverbod in een deel van de Nijmeegse wijk. Bruls wil zo een einde maken aan de overlast die door de groep wordt veroorzaakt. Met name rond het Kruifkoord aan de Kouwenbergstraat in de Nijmeegse wijk loopt de overlast soms de spuigaten uit. We hebben in Hatert, met name rondom het Kruifkoord aan de Kouwenbergstraat, hebben we eigenlijk al een aantal jaren terug was daar behoorlijk wat overlast. Dan moet je denken aan geschreeuw, intermitterend gedrag naar buurtbewoners, drugshandel, auto-scooterverkeer wat gevaar opleverde. We hebben nu een 18-tal mensen, dat zijn jongeren 16, 18, maar ook tot 35 jaar. Die hebben we eigenlijk uitgehaald, die zijn weer volop bezig. Dat zijn deels vanuit die oude periode en deels zijn dat nieuwe mensen. En die zijn dermate intimiderend, verkeersoverlast, ook deels met die drugshandel, soms crimineel gedrag bezig, dat we een aantal maatregelen zijn gaan nemen. Ze worden alle 18 onder de loep genomen. Ze zijn ook al gewaarschuwd al een tijd geleden van, hé, we houden jullie in de gaten. Bewoners zijn natuurlijk geïnformeerd. En een van de onderdelen is nu ook om een gebiedsverbod toe te passen, zodat ze in het gebied rondom het winkelcentrum, het wijkcentrum en het Kruifkoord, dat gebied met name, dan mag je afhankelijk van wat je op je geweten hebt, 2 tot 12 weken niet komen. Bijvoorbeeld als u op drugshandel wordt betrapt, dan mag u er 12 weken niet komen. Ja. En dan zullen mensen zeggen, 12 weken voor drugshandel? Ja, dat is wat ik doe als burgemeester daar. Vervolgens word je natuurlijk ook gewoon vervolgd door het Openbaar Ministerie, omdat drugshandel mag niet. Dus het is en-en. En daar hopen we mee wat de rust weer terug te brengen, want dat liep echt wel een beetje uit de hand. Eerder hield de gemeente Nijmegen met camera's toezicht op het voetbalpleintje in Hatert. Maar we merken ook dat er af en toe wat mensen zijn die op het winkelcentrum, wat nabij ligt, ook overlast veroorzaken. En het ook wat breder. Nou ja, om nu een hele wijk vol met camera's te hangen, dat gaat niet lukken. Is ook niet echt precies de bedoeling daarvan. Ik sluit overigens niet uit dat op enig moment er ook daar weer een camera gaat komen. Maar dit gebiedsverbod kan in ieder geval helpen, omdat we nu ook die 18 mensen waarvan zeggen, nou, die zijn het meest verantwoordelijk voor, zeg maar, die overlast en dat crimineel gedrag. Die kun je er dan uitlichten. Stel dat je woont in dat gebied en je krijgt zo'n gebiedsverbod, dan mag je 's ochtends, tussen 6 uur 's ochtends en 12 uur 's middags, mag je wel vrij rondlopen, zodat je bijvoorbeeld je boodschappen kunt doen. Maar de rest van de dag word je geacht ofwel binnen te zijn of uit de wijk.